Ik ben Marcel Positivo. Ja, ik volg op dit moment, het is nog heel pril, maar toch de nieuwe indeling van de KNVB. De nieuwe indeling met de Eredivisie, de Eerste Divisie en Tweede Divisie en de Derde Divisie. De Derde Divisie is eigenlijk wat nu de topklasse is. En de Tweede Divisie is eigenlijk een overgangsfase, nog min of meer een profclub. Profklasse, om het zo te zeggen. En dat volg je natuurlijk op de voet. Onder andere AFC. AFC is een zakelijke relatie voor mij. En ik kijk ernaar uit, want ik doe bij AFC onder andere de beveiliging. En bij AFC moet over een paar weken thuiswedstrijd spelen tegen Ajax, oefenwedstrijd. Ja, de tweede divisie is er gewoon eigenlijk, dat is eigenlijk gewoon heel erg mooi. Want nu kunnen ook uit de eerste divisie clubs degraderen naar de tweede divisie, et cetera, et cetera. En natuurlijk ook de tweede divisie naar de eerste divisie promoveren. Dus eigenlijk net als van de eerste divisie naar de Eredivisie. Ja, over en weer. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus er zit meer spanning in. Ik denk dat het niveau omhoog gaat. AFC moet straks spelen tegen clubs onder andere Spakenburg, om maar een club te noemen. Nou, dat zijn gewoon heel interessante partijen. Misschien IJsselmeervogels, dat soort clubs. Dus dat wordt heel erg interessant en ik denk dat het gewoon nogmaals veel spannender is en het heeft ook meer om het lijf denken. Want ja, in de huidige situatie, je kan 100 jaar in de eerste divisie spelen zonder te degraderen. Nou, dat vind ik helemaal een rare situatie, dat je niet kan degraderen. Dan speel je dus eigenlijk gewoon, je speelt in de eerste divisie en of je nou goed of slecht bent, dan onderaan je 10 keer onder elkaar. Als laatste eindigt kun je dus niet degraderen. Nou, in de nieuwe situatie dus wel. Met de tweede divisie. En het is natuurlijk nog wat ik al aangaf, pril. Want ik weet nog niet eens welke clubs er exact in welke. Welke ingedeeld worden. Welke clubs. Dat is voor mij nog niet bekend. Nou, ik kijk naar uit. En laten we het afwachten. En verder gaan we blijven. Hey, hier Massa Positivo. En tot de next time.